Wow, an angel. She's looking incredible. Ik kom meestal nooit zo. You're dus. Beautiful. Thank you. Echt, seriously cool. Wacht, ik weet niet meer hoe het moet, joh. Ik weet echt geen flauw idee hoe het moet. Dit is de laatste keer dat ik dit gedaan heb, was toen ik 17 was. So this is a... Wat zie je er fantastisch uit. Dank u wel, zo voel Waar ik me zijn je? Dat ga ik zo meteen allemaal vertellen. Echt? Ja, dat heeft allemaal een reden. Erik staat op dit moment even alleen aan het roer, want Lucia heeft een serieuze infectie in haar nek en is naar het ziekenhuis. Erik heeft Marco van het natraject gevraagd om stand-by te staan, maar vooralsnog redt hij zich. Het is net als op een reguliere school. In de ochtend moet je kijken welke kaarten je gedeeld krijgt. Wie is er wel, wie is er niet? En dan moet je toch maar iets van maken met elkaar. De reden waarom ik heb jullie allemaal gevraagd om vandaag hier naartoe te komen op je mooiste, is ik ga niet beoordelen over wat je aan hebben. Ik wil heel graag dat jullie goed voelen. Maar voordat Jimmy de jongeren zelf gaat fotograferen, bespreekt hij eerst de portretten die de leerlingen tijdens de vorige les van elkaar hebben gemaakt. Het is heel raar, want normaal gebruik ik altijd een filter. Dus... Een filter? Ja. En dit is gewoon wie ik echt ben. En het is gewoon een mooie foto, dus ja. Nou, een mooi mens. Ja, thank you. Next one. Eeuw. Nou, doe maar weer weg. Powerful. Maar ik vind het prachtig. Nee, man. Hè? Nee? Nee, doe maar weer weg. Weg? Ja. Ik vind het echt niet mooi. Oké. Okay. Ik juist heel sterk overkomen. Ik ga weg toe, maar zou je even kunnen uitleggen waarom je het niet mooi vindt? Nee, ik vind het gewoon niet mooi. Vertrouw je mij straks om een mooie foto's te maken? Nee. Nee? Selena's stemming is helemaal omgeslagen. Ze wil dus echt niet meer op de foto en ze wil er ook niet over praten. Kom je in beeld? Nee. Nee, alsjeblieft. Nee. Ga je op het einde of wel? Nee, ga je echt niet? Oké, okay, maar je hebt zoveel moeite gemaakt met je kleren vandaag in je haar. Ja, klopt. Selena heeft ongekend harde klappen van het leven gehad. Dus die zit op alle niveaus op slot. Ga je foto niet maken als ze niet wil, maar kun je toch een reflector vasthalen? Ja, dat ga ik ook doen, maar gewoon bij iemand anders. Niet nu. Ik ga niet een foto van jou maken. Nee. Jij bent te mooi om niet te zien. Kun je gewoon dit vasthouden? Nou, haar reactie is veel te heftig in verhouding tot die foto. Misschien staat ze er lelijk op of niet. Ik weet het niet. Daar wil ik niet eens over oordelen. Maar de boosheid houdt je weg bij het gesprek. En daarmee bewijst ze zichzelf geen dienst. En ontneemt ze mij de kans, of Jimmy, om erover te praten. Jimmy en Erik laten Selena verder met rust. En Jimmy gaat aan de slag met de andere leerlingen. Voor ze gefotografeerd wordt, wil Emma eerst wat uitleggen. Ik draag geen make-up voor anderen. Ik vind mezelf mooi zoals ik ben. Je bent prachtig. Ik was echt onzeker over mijn gezicht, over mijn lichaam. En ja, nu maakt het me niet meer uit. Maar je gezicht zoals het vandaag is, is geen wenkbrauw. Nee, maar expres geen wimpers gedaan. Toen ik jou eerst zag, een paar dagen, begin van de week, was het een gesloten gezicht. Ja. En nu is het een puur gezicht. Jee. En weet je wat het zegt? Het zegt je ziel. Mm. Jij bent het mooiste. Dat je dit durft voor mij, voor ons, I think it's the most amazing compliment. Emma viel me op met haar look. Puur omdat ik het heel mooi vond dat zij zich gewoon zonder make-up ging tonen voor het eerst eigenlijk. En ook ermee op de foto ging. Dat vond ik wel heel mooi, ja. Mooi. Ogen dicht. Oké, en 1, 2, 3 open. Prachtig. Ik vond het wel leuk om bij hem op de foto te gaan. Ja, hij is toch iemand die doet dat al weet ik veel hoe lang, al langer dan dat ik besta. Ze zal er wel verstand van hebben. Aan het einde van de les trekt Jimmy Selena met een exclusief aanbod toch over de streep. En als we alleen hier doen met elkaar, zonder de rest? Ja, is goed. Is dat oké als we iedereen wegstuurt? Ik heb een duwtje nodig, maar ook niet al te veel. Want dan krijg ik weer het gevoel alsof ik te veel gepusht word naar iets wat ik niet kan. Of denk ik dat mensen gaan oordelen of zo. Of te veel gaan denken aan mij, dat wil ik niet. Wow, that's it. Ja, man. Kin hem hoog.